Fantastisch. Oh my god, ik ben zo trots. We gaan weer een derde collectie maken. Leuk is dit. Betaalt echt de prijs als je op vakantie gaat. Goedenavond. Het is al 11:15 en ik had me helemaal mezelf overtuigd dat ik bij Jordi kon blijven. Dat ik daar ook make-up had en dat ik ook teksten die ik nog moet lezen op mijn computer kon doen. En toen dacht ik, shit, mijn laptopoplader, die ligt nog thuis. En ook de oplader van mijn camera lag nog thuis. Daarom had ik even wat met mijn iPhone gefilmd. Dus toen moest ik toch naar huis. Dus ik ben net op de scooter gestapt, de elektrische scooter. Nu ben ik thuis en ga ik nog teksten lezen als ik nog energie heb. En dan snel slapen. Morgen een drukke dag bij Linda. Hey guys, goedemorgen. Dit zie je goed. Ik heb dezelfde outfit aan. Ik dacht, zin om deze jurk nog een keer aan te hebben. En geen zin om hierover na te denken op de vroege ochtend. Dus ik heb hem weer aan. Moet kunnen af en toe. Als je niet hebt gerend en gefietst in je kleding, is er ook niet zoveel aan de hand. Dragen jullie wel eens in een week of soms twee keer achter elkaar hetzelfde? Ik in principe met tops eigenlijk niet, maar deze was nog heel fris. Dus ik dacht, let's do this. Vandaag wordt een leuke dag op de Linda redactie. Voor mensen die denken, waar heeft ze het de hele tijd over? Ik ben dus hoofdredacteur van de Linda Meiden. Dat is de titel van Linda, die iets meer op jonge vrouwen gefocust is. Een beetje tussen 18 en 28. En we hebben net het winterboek met Monica Geus naar de drukker gebracht. En we zijn nu weer bezig met het januari nummer en het maart nummer. Ziet er allebei veelbelovend uit. En het januari nummer wordt vooral heel happy. En die daarna heeft weer wat meer diepgang. Dus zo proberen we, ik kan er nog niet veel over prijsgeven, maar ze proberen we alles af te wisselen. Veel afspraken vandaag en de eerste teksten komen ook binnen voor het januari nummer. Dus ik ben veel aan het lezen en aan het analyseren hoe dingen doen, ook online. Dus dat wordt een beetje de dag. Daar is hij. Oh my god, ik ben zo trots. Ik loop jullie er later doorheen, maar dit is hem. We gaan nu een doorloop in, wat betekent dat we met producers en redacteuren bespreken wat er allemaal uitstaat voor het nieuwe nummer en welke keuzes we maken en hoe we de teams samenstellen voor shoots en dergelijke. Problemen, even troubleshooten. Waar ik net mee bezig was, is vooral thema's uitdenken voor 2019. We werken bij Linda zo'n 2-3 maanden vooruit. Maar eigenlijk wil je natuurlijk zorgen dat je voor een heel jaar thema's hebt staan die elkaar afwisselen, die mooi in balans zijn, waar je verschillende types op een cover kunt zetten. Het ene thema wat meer maatschappelijk, het andere thema vooral heel spraakmakend en juicy. Dus je moet eigenlijk wel naar de grote lijnen kijken. Ik heb zelfs al iets bedacht voor 2020. We komen natuurlijk maar 6 keer per jaar uit. Dus ja, je kan niet eindeloos veel kwijt natuurlijk. 1 nummer heeft 1 hoofdthema, dus ja. Mijn haar groeit echt lang trouwens. Snel. Het is nu al best wel lang voor mijn gevoel. Vinden jullie van niet? Ook is dit de tweede nacht zonder Jordi echt in weken. De hele vakantie waren we natuurlijk samen. En de dagen daarna ben je dan zo aan elkaar gehecht of gewend dat je niet alleen wil slapen. Ik moet dan altijd even wennen en ik vind het ook best wel ongezellig. Maar ja, ook wel lekker even zelf. Ik ga nu nog 1 mail afmaken over een samenwerking. En dan ga ik douchen. Yay, weer onder de douche. En lekker naar bed. Zit je samen te werken op de bank? Jordi zit lekker te onderhandelen. Ik vind het wel grappig. Ik heb me dus vanochtend in 5 exacte minuten mijn tanden gepoetst, parfum opgedaan, me aangekleed en opgemaakt in 5 minuten. Ik heb eigenlijk alleen heel snel een mascaraatje gedaan. Even kijken of ik hem kan toevoegen. Blush. En ook blush op mijn ogen gesmeerd. En een klein beetje concealer op mijn hoofd. Verder niks. Ik vind dat, oh nee, en wat wenkbrauwgel. Ik vind dat het er goed uitziet. Content. Ik heb een heel fijn nieuw blush palet. Misschien ligt het daar ook aan. Oké, ik ga weer verder. Hallo! Ik ben in zo'n leuke meeting met deze ladies. Team Fred de Labertonier, want we gaan weer een derde collectie maken. En zojuist zitten we mij heel erg hard uit en daar gewoon even deze technische tekening. Het zijn een soort space shuttles. Lena zei huddenbedden. En dan geval gewoon hiernaast. Oh ja, dit is zo ook kan het ook. Ja, zo kan het ook. Amazing. Ja, maar dit heeft wel karakter. Nee, daarom. Daar gaat het om. Top. Maar dit wordt heel leuk. Dus nu jullie nog invloed hebben op de uitkomst, laat me even weten waar jij nou echt super excited van zou worden. Ik denk aan 3 verschillende hakhoogtes. Een plat, een medium en een killer. Het wordt weer wat moderner. Maar zijn er nou kleuren of prints waarvan jullie denken, dit wil ik in mijn leven, dit vind ik niet?
Laat het me weten. Ik denk zelf misschien een wit lak, een lila, iets groens. Een stipje. Vinden we de polkadot nog leuk? Ik hoor het graag. Hey babes, ik ben weer thuis. Ik denk dat ik lekker even mijn make-up eraf ga halen en een masker op ga doen en nog even door ga werken. Er is een kans op mijn pad gekomen om misschien een waanzinnig tof interview te doen met een enorme Amerikaanse ster. En daar moet een supergoede pitch voor geschreven worden, want er zijn 20 plekken voor 31 landen. Het voelt alsof je een cv schrijft en een datingbrief naar een programma als Boer zoekt vrouw of zo. Ik probeer mezelf helemaal te verkopen en daar ga ik nu denk ik nog even aan werken. Verder zit mijn make-up altijd zo mooi bij show. Het is toch als je hier een uur de tijd voor neemt, ja, dan wordt zo'n hoofd natuurlijk wel wat. En een beetje die licht beige tint helpt ook wel mee die ik nog heb. Ik heb ook nu alweer zin om onder mijn nieuwe douche te springen. Hij is inmiddels al niet meer zo nieuw, maar ik heb gewoon elke dag nog kriebels in mijn buik van hoe mooi ik het vind. Dus dat was die investering dubbel en dwars waard. Good morning, good morning. Ik heb een afspraak in het Hoxton. Het is eigenlijk al middag. Op de een of andere manier zeg je dat altijd op die manier als je een dag begint. Zoals je achter me ziet, zit ik nog steeds in een niet affe slaapkamer. Daar zien we ook mijn knuffelhondhondels. En nieuwe kleren die ik morgen ga filmen voor een shoplog video. Dit is echt zo'n drukke week. Je betaalt echt de prijs als je op vakantie gaat. En dat merk ik nu wel weer. Vanochtend ben ik bezig geweest met een aantal Linda dingen. Ik heb een vlog voor zondag afgeëdit-checkt. Dat is geen werkwoord. Even denken, video's voor morgen ben ik aan het voorbereiden. Nu ga ik dus naar een afspraak in het Hoxton. Dan ga ik daar nog even verder met Linda. En dan en een interview dat ik per mail moet opsturen. Ik ben in 3 lijsten genomineerd voor de Media 100. Of ik weet niet of de nominatie is. Ik sta in die lijsten in ieder geval. Dus dat is super cool. En Linda Meijden is dus voor 2 Mercures genomineerd. Dat zijn soort van de Oscars van de tijdschriftenwereld. Maar dat is zo gaaf. Het is zo mooi dat nu precies een jaar later ook mensen zien dat er dingen zijn veranderd. En dat het gewaardeerd wordt. En dat maakt me echt heel trots. En maakt alle bloed, zweet en tranen en liefde die ik erin stop samen met het team ook echt heel erg waard. Ik ben ook heel trots dat Linda Meijden als een van de weinige bladen ook nog gewoon groeit. Het is al een grote titel, maar het is best een moeilijke markt. En veel printtitels blijven of hangen of zakken in oplagen. But not us. Dus dat is echt te gek. Ik heb vandaag aan een grote off-white trui. Niet van off-white, maar zeg maar gebroken wit. Van Another Stories. Hele oude oorbellen die ik niet meer weet te herleiden. En mijn edited lakleren broek. Hij is wel aan het inscheuren, dus mocht iemand heel toevallig deze broek hebben en niet meer willen in maat 36, verkoop hem dan alsjeblieft aan mij. Want hij zit zo lekker en ik kan hem niet meer vinden. Het is heel dom, want ik had ooit op internet nog een exemplaar gevonden en heb ik toen niet besteld. Ben ik vergeten. En nu zit ik dus zonder mijn favoriete winterbroek. Het is zo warm. Oké, tot zo. Fantastisch! Die duimpjes. Zo geweldig. Is het zonder mensen die andere generatie zo grappig. Ik ben mijn post aan het openen, wat ik eigenlijk nooit doe. Dus nu heb ik allemaal brieven en rekeningen die ik weg moet werken. En nu komen een brief tegen die mijn opa en oma hebben gestuurd nadat wij vast zaten in de lift. Wat ze heel zielig voor ons vonden. Jor, lees jij hem even voor. Wat de hele brief of alleen de desbetreffende zin? Desbetreffende zin. Deze twee duifjes doen een innige poging jullie te troosten. Staan twee duifjes op. Oma en ik hopen dat ze daarin slagen. Geslaagd! Getroost! Fantastisch. Happy Friday! Het is videodag, dus ik en Jessie, hallo. Zijn een heleboel dingen aan het opnemen. En onder andere een shoplog waarin dit fantastische fluwelen pak ook aan bod komt. Dus hou YouTube zeker in de gaten. Wat dus best interessant is om te weten is hoe lang je dan met één shoplog bezig bent. Ik verkeek me daar altijd op. We hebben eerst natuurlijk geluid gecheckt en een intro opgenomen. Nou, daar ben je ongeveer een half uur mee bezig of zo.
En dan laten we alle items ook zien en zo. Sommige dingen moeten opnieuw. En dan verbouwen we de hele woonkamer om hier een lege muur te krijgen. En dan gaan we dus alle items aandoen. Ik doe dan ook leuke looks erbij, zodat je echt gevoel krijgt bij de items. Dan doen we detailshots, totaalshots, een foto. Dus ze zijn hier wel, denk ik, in totaal, denk jij, ja, yes. Wat ben je hier? Veel langer, toch? Ja? Het zijn vliegt wel voorbij. Ja, het is nu... 13:45. 13:45 en jij was hier om 11:30. We zijn bijvoorbeeld om 12 uur echt begonnen. True. Zitten we nu bijna 2 uur. Ja, we moeten echt... Dit is item 2. Van de 12 of zo. Oeps. En look 4. Deze nieuwe top. Leuk is dit. We maken dus allemaal polaroids in de video. Om een beetje met analoge en digitaal te spelen. Deze nu aan het opwarmen. Het is eindelijk weekend. Ik ben bij mijn lieve vrienden. Laura en Wally. Nee, hallo. Ik word heel ongemakkelijk. Ik ga ook altijd... Mijn vriendin, als ze me opeens in de Instastory... ga ik opeens met mijn tong raden dingen doen. Dit is geen goed idee. We hebben een Mexicaanse avond. En Wally heeft net nachos gemaakt. En wijn en zo. Dus het weekend kan beginnen. Ben jij ooit wel eens een keer gefilmd door iemand anders dan jezelf? Maar Joy is niet. Zo erg van boven dat perspectief. Maar laten we het gewoon een keer voor de verandering vanaf de grond. Dat is echt flauw. Kijk, kijk maar gewoon even of je dit gebruikt, oké? Okay? Je mag het gebruiken. Lekker zondagochtendritueel. Bananenpannenkoekjes, koffie en Volkskrant magazine en Bron magazine. En pyjama's. Ik vind het dus heel leuk om weer een echte pyjama te hebben. En deze is zo zacht. Je hebt ook een leuke pyjama. Twee dekens. Ik ben helemaal in de natural make-up look met alleen maar BB cream. En geen mascara ook. Ik heb een Radiance Primer en de BB Cream van Laura Mercier op. Een klein beetje bronzer en een echt mini beetje blush. Die is uit mijn NARS palet en de bronzer uit mijn Charlotte Tilbury palet. En dan doe ik ook gewoon een beetje blush, de lichtste blush uit palet op mijn oog. Gewoon random en een beetje highlighter hier. En wat vloeibare highlighter op mijn gezicht. En dat is het. Oh ja, en een wenkbrauwtelletje. Verder zitten hier rare strepen achter mij, omdat ik als volgende project... mijn slaapkamer gaan aanpakken. Dit is nu mijn bedsetting. Ik heb hele leuke nieuwe kussens gekocht bij Bolia. Donkerblauwe rib en een nieuw heel lekker dekbed van H&M Home. Van wit linnen. Het is echt zo lekker zacht. Ik vind linnen altijd het lekkerste om onder te slapen. En dan deze ribvriendjes. En dan heb ik ook nog zo'n sloop in een soort lichtblauwe tint gekocht. Dus dan wordt het een beetje een kleurverloop. Vond ik wel tof. Dit is mijn look. Om lekker even de deur uit te gaan. Kooltruitje, daar nog een trui overheen. En mijn lakbroek, omdat die gewoon heel lekker warm is. Deze teddyjas die ook in teddyberenkleur is. Wie doet dit trouwens nog meer? Een elastiek om je vingerwinden. Dat en dan doe ik lekker mijn nieuwe slingbril op. Lekker aan de wandel en we zijn nu even een of een soep aan het eten. Ik ging nog tot de weegschaalcentrum, dus ik nog steeds helemaal niks afgevallen. Alleen maar nog extra aangekomen. Dus hoewel ik wel minder snack en gezonder eet, eet ik nog niet slank genoeg, is de conclusie. Vegetables. Bij AI, het filmmuseum aan het water. Super mooi. Ik drink even wat wijn, omdat we Mercurius willen vieren. En het is hier zo mooi om hier te zitten aan het water. Je wordt er helemaal rustig van. Zo mooi en romantisch in de stad op dit moment. Overal zijn lichtjes aan. Het is helemaal gezellig. Dus ik krijg meteen zin om ook binnen te zijn onder een deken. Welk boek lees je? Labyrinth de Geest. Of Victor Martin.
Hoki. Alicia Bries. Hoe lekker vind jij het om onder deze dekens te liggen? Heerlijk. Zat die goed bij mijn ogen? Kijk deze. Kijk deze. Sorry, we hebben het niet meer over jou. Oh. Michelle! Er zitten dus ook allemaal hele toffe foto's in. Daar ging ik dan als eerste naar kijken. Daar zitten ze. Oh, hier. Het is echt een super dik boek. Heel veel leuke foto's over het leven van Michelle. Als first lady, maar ook dat ze net verkering hebben en zo. En al die spannen. Dit is de avond van de verkiezingsuitslag. First dance. Baby Michelle. Echt een aanrader. Hey babes. Wow, het hele scherm wordt gevuld door Fluff. Ik ga een eind maken aan deze vlog. Want er begint weer een nieuwe week. En daar staan weer allemaal nieuwe leuke dingen op de planning. Ik heb niet een hele spannende week gehad afgelopen week. Dus ik hoop dat de video toch een thumbs up waard is. En abonneer je natuurlijk even als je niks wilt missen. Ik ga in de decembermaand heel veel extra video's maken. Dus make sure you're subscribed. Want dan kom je alles op tijd tegen. En hoef je niks te missen. En zou ik natuurlijk heel leuk vinden. Tot volgende week zondag. En dankjewel voor het kijken. En ik wens je een hele gezellige week.